Ik wil eerst even een filmpje laten zien van de World Cyber Games. Dat is het grootste e-sports evenement ter wereld. Dit is een soort promotioneel filmpje om te laten zien hoe het er een beetje aan toe gaat. Zoals bij elke sport zijn er verliezers. Deze jongen die had in 2001 de finale verloren. Maar ja, naast de verliezers zijn er natuurlijk ook altijd de winnaars. Die zullen het zo kunnen zien. En er wordt gespeeld in. Meestal wordt er alleen gespeeld, maar er is een schietspel genaamd Counter-Strike. Waar een aantal van jullie wel van gehoord zal hebben. Dat wordt in een teamvorm gespeeld met 5 tegen 5 meestal. Nederland is vrij goed in het e-sports gebeuren. In 2004 is Nederland zelfs wereldkampioen van het algeheel toernooi geworden, toen ze de meeste gouden medailles wonnen. Naast de mannen zijn er ook vrouwen die meespelen. Mijn naam is dus Marco Jongerius. Ik heb van 2001 tot 2005 aan meerdere toernooien meegedaan, zowel nationaal als internationaal. Mijn grootste succes heb ik behaald bij de World Cyber Games, waarvan u zojuist het filmpje zag. Daarbij was ik met het landentoernooi waar ik FIFA speelde, een voetbalspel op de computer, waar je dus meer moet scoren dan de tegenstander. Daarbij was ik samen met mijn teammaat Daan van de Hofstede, nickname Polonix, waar we doorgedrongen tot de finale. En daaraan hebben we helaas in de laatste paar secondes verloren. En zoals het zo vaker gaat met finales en in de laatste paar secondes verliezen en met voetbal, was het weer tegen die Duitsers. Dus dat is een beetje een klein trauma aan overgehouden. Nou, wat is e-sports nou precies? E-sports is een verzamelnaam voor alle games op de computer waarbij je tegen elkaar speelt. Denk daarbij niet aan spelletjes zoals Patience of Mijnenvegen, maar aan het spel zoals ik al eerder noemde, Counter-Strike en FIFA, wat ik dan zelf beoefen. Deze spellen die worden gespeeld op de PC en op de consoles die er zijn. Voornamelijk worden de spellen gespeeld op de PC's, want de meeste mensen, vooral jongeren, die hebben tegenwoordig op hun eigen kamer wel een PC staan waarop ze regelmatig lopen te spelen. En tegenwoordig zijn er ook veel meer mensen, waaronder ook weer jongeren, die consoles krijgen en daarmee competitief gaan gamen. Dit competitief gamen doen ze voornamelijk via internet. Ik heb bijvoorbeeld al wedstrijden gespeeld tegen mensen uit Brazilië, uit Australië, noem maar op. En ja, om zo erachter te komen wie nou de beste is en uiteindelijk de competitie te winnen en de eeuwige roem te krijgen. De finales van de grote toernooien die worden voornamelijk gespeeld op zogenaamde LANs, Local Area Network. Daarbij moet u denken, zoals u aan uw rechterkant ziet, allemaal computers die op een rijtje staan, waarachter jongens zitten, of meiden dan, die dan tegen elkaar spelen om uit te vinden wie de beste is. De games die gespeeld worden, dat zijn voornamelijk schietspellen. Daarnaast zijn er de zogenaamde strategiespellen. Hierbij is de bedoeling om met het verzamelen van resources een basis op te bouwen. Vervolgens met deze basis kan je een eigen leger creëren. En met dat leger is de bedoeling dat je de basis van de tegenstander met de grond gelijk maakt weer. En zo de wedstrijd dus wint. En tenslotte zijn er nog de sportspellen en de racespellen. En het sportspellen is zoals voetbal, wat ik zelf dan doe. En vechtspellen vallen daar ook onder, waarbij het dus de bedoeling is dat je de tegenstander als eerste neerslaat. En tenslotte de racespellen. Welke e-sports evenementen zijn er precies over de wereld? Ten eerste is dat de World Cyber Games. Dat is het grootste evenement ter wereld. Het wil zichzelf graag de Olympische Spelen voor computergames noemen. Maar daar zal ik zo nog even op terugkomen dan. Het is ontstaan in 2000. Toen werd in Zuid-Korea, wat de bakermat van de e-sports is, de eerste World Cyber Games houden. Er werden ongeveer 20 landen deden mee en ongeveer 400 deelnemers over de hele wereld. Dus dat was nog niet zo heel groot, maar ondertussen doen er al ruim meer dan 1 miljoen mensen over de hele wereld mee en ongeveer zo'n 80, 90 landen. Dus het groeit enorm. Daarnaast is ook de Europese versie ervan, de Euro Cyber Games. Deze wordt, net zoals de World Cyber Games, overigens gesponsord door Samsung. Dat is de grootste speler daarin. Op deze evenementen worden ongeveer 10 spellen gespeeld. En zoals u weet zijn er heel veel computergames. Dus ja, niet alle computergames worden tijdens zo'n toernooi gespeeld. Een andere speler in de
e-sports evenementen is de Electronic Sports World Cup. En hier worden dan weer net andere spellen gespeeld als op de World Cyber Games en de Euro Cyber Games. Neem als voorbeeld voetbal. Ik speel dan op de World Cyber Games FIFA. En de grote tegenhanger daarvan is Pro Evolution Soccer. En die wordt dan gespeeld op de Electronic Sports World Cup. De prijzen die je bij deze toernooien kan winnen, die zijn trouwens meestal van rond de $20,000. Dus als je het goed kan, dan is het een leuk zakcentje. Voor een, iets wat redelijk ontspannend is natuurlijk. Om in te gaan op de vraag of e-sports nou een sport is. Nou, e-sports is een, of een sport, de definitie in het dikke van Dalen, staat allerlei lichamelijke oefeningen en ontspanning waarbij vaardigheid, kracht en inzicht vereist wordt. Ik zal even stap voor stap door die punten heen gaan. Lichamelijke oefening, nou, als je achter de computer zit, je hoeft niet zoveel te bewegen. Met het geval van de Nintendo Wii is het wel het geval, maar dus de spellen die binnen de e-sports gespeeld worden, daar vallen die spellen nog niet echt onder. Dus dat is niet van toepassing op de e-sport. Ontspannend is het, ja, sowieso. Het is als ten eerste de games zijn verzonnen als ontspanning tussendoor als je niks te doen hebt. In plaats van tv kijken kan je een spelletje op de computer gaan doen. Dus dat, daar komt het wel aardig aan overeen. Nou, in de e-sports heb je ook hele goede vaardigheid nodig. Je moet snel kunnen handelen, je moet een goede hand-oogcoördinatie hebben. Je moet bijvoorbeeld precies op het mannetje klikken zodat je raak schiet met de schietspellen. Nou, kracht is natuurlijk ook niet echt nodig om het te spelen. En tenslotte is er ook nog inzicht benodigd om een sport genoemd te worden. Nou, dat is bij het gamen wel het geval. Je moet echt goed kunnen nadenken van wat gaat mijn tegenstander doen, hoe kan ik daarop reageren om zo de tegenstander het zo moeilijk mogelijk te maken. Om het nou echt een gelijke sport te noemen vind ik dus ver gaan, want als ik denk aan een sport dan denk ik ook aan lichamelijke oefeningen. Maar schaken, dat is in principe ook een sport. En daarvoor heb ik dus gamers die noemen schaken heel vaak. Als dat gamen schaken is, alleen dan nog iets uitgebreider. Waarbij schaken dus alleen maar goed nadenken, goed vooruitkijken. Dan moet je bij het gamen ook nog eens een keer snel handelen, reageren op wat gebeurt. Daarnaast wil ik ook nog even ingaan op het feit van, is e-sports, gaat het ooit zo groot worden dat het op de Olympische Spelen komt? Wat zijn nou de eisen van de IOC om een Olympische sport te worden? Nou, de eisen, het is een beetje grofweg hoor, de eisen, dat klopt niet helemaal, maar dit zijn de belangrijkste. Ten eerste moet het een aantal jaren erkend worden door het IOC. Nou, momenteel is dat nog niet het geval en ik denk ook niet dat het er gauw van gaat komen, want de mensen die bij het IOC lid zijn, dat zijn voornamelijk de wat oudere mensen en ja, die hebben nog niet zo heel veel met games. Sport ook een internationale bond hebben. Bij het geval van e-sports is dit het geval. Sinds augustus 2008 is er een e-sportbond opgericht in Zuid-Korea. Door een aantal nationale bonden, waaronder de Nederlandse e-sportsbond. Dus ja, daar kunnen mensen allemaal lid van worden en dan zal de sport dus steeds meer moeten groeien. Ten slotte is er ook nog een bepaalde mate van activiteit, competitie en voldoende beoefenaars nodig. Nou, met gaming is dit het geval, want er zijn gewoon heel veel jongeren die deze sporten doen. En op internet zijn er gezat competities en zoals ik het al liet zien, die toernooien van grote e-sports evenementen. Daar is ook competitie zat met 1 miljoen deelnemers wereldwijd. Ik vind echter niet dat e-sports ooit op de Olympische Spelen moet komen. En dat komt vanwege de oudheid. Vroeger was het Olympische motto, het is trouwens nog steeds, Citius, Altius, Fortius, sneller, hoger, sterker. En ja, als ik aan de Olympische Spelen denk, dan denk ik vooral aan hoe het bij de Griekse oudheid ging. En dan zie ik een beeld vormen van een jonge gespierde man die probeert een discus zo ver mogelijk weg te werken. En ja, gamers, dat zijn, hoef je nou niet echt vroeg gespierd te zijn. En ja, dat mis ik dus. En daarom vind ik het dat het nooit op de Olympische Spelen mag komen zelfs. De conclusie, e-sports is dus wel een sport. Je moet echt, als je goed wil worden in e-sports, moet je dus echt de hele dag oefenen. Toen op mijn hoogtijdagen heb ik wel 8 uur per dag, minimaal, misschien nog wel langer, lopen gamen. Om zo steeds beter te worden en ja, uiteindelijk de successen te boeken die ik behaald heb.